Hoe ziet de mens er over 1000 jaar uit? Dit is de Universiteit van Nederland. Is het jullie wel eens opgevallen dat in films aliens er eigenlijk verdacht veel hetzelfde uitzien als mensen? Oké, ze hebben een iets groter hoofd en misschien 3 vingers in de plaats van 4. Maar de algemene vorm is verrassend hetzelfde. Dit komt natuurlijk vooral door de fantasie van de filmmakers. Maar het is wel een interessante vraag. Of er een ideale soort van bouwpakket bestaat voor intelligent leven. En is dat dan ook mensachtig? Is het nou ook zo dat op een andere planeet dat bouwplan hetzelfde is als bij ons? En gelden er dan ook dezelfde regels voor het ontstaan van leven, maar ook de loop van evolutie zoals wij dat kennen? Wij zijn op 2 benen gaan staan en hebben een steeds grotere herseninhoud gekregen. Is dat dan ook gebeurd op een andere planeet? En is dit nou waar evolutie op uitkomt wanneer er geselecteerd wordt op hogere intelligentie? Of met andere woorden, is het voorspelbaar dat wij eruit zien zoals we eruit zien? En kunnen we dan ook voorspellen hoe we er over 1000, 100.000 of 1 miljoen jaar uitzien? Is evolutie voorspelbaar? Om deze vraag te beantwoorden wil ik teruggaan naar de basisprincipes voor evolutie. En jullie kennis even opfrissen over hoe evolutie ook alweer precies werkt. Er zijn 3 onderdelen belangrijk voor evolutie. Om te beginnen variatie, selectie en een veranderende omgeving. Om te beginnen bij variatie heb ik hier een kookboek staan. Met daarin mijn favoriete recept voor lasagne. In principe heeft elk organisme een kookboek op microschaal in zijn lichaam, in zijn cellen, het DNA. En in dit DNA staat het recept heel precies omschreven voor het uiterlijk van dat organisme. En wanneer er nakomelingen geproduceerd worden, wordt dat recept zo precies mogelijk overgeschreven en doorgegeven aan de volgende generatie. Dat is erfelijkheid. Maar soms gaat er wat mis. Er wordt bijvoorbeeld een bladzijde overgeslagen of een getalletje verkeerd gelezen, waardoor er ineens geen vlees meer in de lasagne zit of een schepje extra zout. Dat gebeurt ook wanneer wij ons DNA doorgeven aan onze nakomelingen. Het is over het algemeen hetzelfde, maar er zitten kleine veranderingen in, wat ook zorgt voor variatie, zoals u hier ook om u heen ziet. Nou is de meeste variatie is neutraal. Maar sommige variatie zorgt voor selectie, staat onder selectie. En dat betekent dat die variatie ervoor zorgt dat individuen verschillen in hun kansen om nakomelingen te produceren. Bijvoorbeeld omdat ze beter aangepast zijn aan de omgeving, beter kunnen overleven, of omdat ze aantrekkelijker gevonden worden door de andere seksen. Dat is seksuele selectie. Het is belangrijk om te onthouden dat die variatie zijn basis heeft in het DNA. Om selectie te demonstreren wil ik graag een experiment met jullie doen. Dus als iedereen zou willen opstaan. Vanaf nu bent u 2 populaties. Mensen aan de linkerkant en mensen aan de rechterkant. Als u om u heen kijkt, ziet u dat er niet veel verschil zit tussen beide populaties. Maar er is wel veel variatie aanwezig binnen de populaties. Mensen aan de linkerkant, u bevindt zich in een gevaarlijk gebied. Er heersen hier bloeddorstige predatoren. En iedereen boven de 1,75 meter heeft een grotere kans om gezien te worden door deze predatoren. En dus een verlaagde kans om nakomelingen te produceren. Ik wil dan ook iedereen boven de 1,75 meter vragen om te gaan zitten. U wordt weggeselecteerd. Hier aan de rechterkant bevindt u zich op een hoogvlakte, waar de ozonlaag erg dun is geworden en waar heel veel UV-straling heerst. Die UV-straling is met name schadelijk voor mensen met een lichte huid, een lichte haarkleur. Dus ik wil dan ook iedereen met blond of donkerblond haar vragen om te gaan zitten. Ten slotte hier aan de linkerkant, u heeft wel pech, heerst hier ook een vreselijke lichtgevoelige bacterie. En deze bacterie die kan zich alleen nestelen in bruine ogen. Iedereen met een bruine oogkleur krijgt een vreselijke ooginfectie. En helaas heeft ook een verlaagde kans om nakomelingen te produceren. Dus mensen met bruine ogen mogen gaan zitten. Als u nu weer om u heen kijkt, gelukkig zijn er nog wat overlevers. Ziet u dat er inmiddels verschillen zijn ontstaan tussen de populaties. Omdat beide populaties optimaal aangepast zijn aan de omgeving. Overlevers, u mag ook weer gaan zitten.
Dit lijkt misschien een beetje ver gezocht, maar in de natuur zijn er heel veel voorbeelden van dit soort snelle selectie en evolutie op kleine schaal. Ik doe zelf onderzoek aan de genetica van koolmezen. En koolmezen zijn in heel Europa in principe hetzelfde. Maar ik heb gekeken naar het DNA van koolmezen in Engeland en in Nederland. En wat heb ik gezien? Dat er kleine veranderingen zijn in het DNA, in genen die te maken hebben bij de mens, bij de vorming van het gezicht, vooral de neus, de mond en het verhemelte. Daardoor zijn we gaan kijken naar de snaveltjes van koolmezen. En wat blijkt? Snaveltjes in Engeland van koolmezen zijn ietsje langer dan in Nederland. En wat we ook zien, is dat een langere snavel koolmezen in Engeland meer nakomelingen oplevert. Dit is eigenlijk een klassiek voorbeeld van natuurlijke selectie. Maar hoe komt het nou dat een langere snavel meer nakomelingen oplevert? Nou, dat hebben we ook onderzocht. Het blijkt namelijk dat Engelsen dol zijn op het bijvoeren van vogels in hun tuin. Er wordt ontzettend veel vogelvoer gestrooid en in voederhuisjes in tuinen opgehangen. Nou is het zo dat vogels, dat koolmezen met een langere snavel ook vaker bij die bijvoederhuisjes te vinden zijn en daar een selectief voordeel hebben op koolmezen met een kortere snavel. Dit is dus een voorbeeld van een menselijke handeling, het bijvoeren van vogels in de tuin, waarbij onbedoeld ingegrepen wordt in de evolutie van de koolmees in dit geval. En het is ook belangrijk om te beseffen dat als we niet naar het DNA hadden gekeken, dat we dit helemaal nooit hadden gevonden, omdat die uiterlijke verschillen heel subtiel zijn. En hoe belangrijk de link van het DNA met het uiterlijke kenmerken is, is even belangrijk de link tussen het kenmerk en de omgeving, dus dat het kenmerk optimaal aangepast is aan de omgeving. En hoe belangrijk dit is, zien we bijvoorbeeld in convergente evolutie. Convergente evolutie is het fenomeen dat soorten niet aan elkaar verwant zijn, maar wel gelijksoortige kenmerken hebben ontwikkeld. Een mooi voorbeeld hiervan is de kolibri en de kolibrivlinder. Die ziet u hier op het scherm. In principe zijn dit compleet andere soorten. En je zou verwachten dat een insect heel makkelijk te onderscheiden valt van een vogel. Maar omdat ze dezelfde druk van de omgeving hebben ondervonden, beide fourageren of maken gebruik van de nectar in deze bloemetjes, moeten ze heel stil kunnen blijven hangen voor die bloem. En ook hebben ze een orgaan nodig, een lang orgaan, waarmee ze die nectar kunnen bereiken in de bloemen. En daardoor lijken ze dus wel erg op elkaar, terwijl de evolutionaire weg daarnaartoe heel anders is geweest. Een ander voorbeeld komt uit de experimentele biologie, met een experiment met E. coli-bacteriën. Onderzoekers hebben verschillende koloniën bacteriën blootgesteld aan dezelfde voedingsstof, die die bacteriën in eerste instantie niet konden verwerken. Maar na enkele generaties bleek er bij verschillende koloniën dat die bacteriën die voedingsstof wel konden verwerken. Onderzoekers keken vervolgens naar waar in het DNA veranderingen zijn opgetreden, evolutie heeft opgetreden. En het blijkt dat bij die verschillende koloniën in dezelfde genen die veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar ook dat de specifieke mutaties vaak verschillend waren. En dit soort voorbeelden zijn heel belangrijk voor de voorspelbaarheid van evolutie. Als we nou teruggaan naar onszelf, naar de mens, hoe zal de mens verder evolueren? Wil ik weer terug naar de drie basisprincipes. Dus variatie, selectie en een veranderende omgeving. Als we kijken naar wat voor variatie er aanwezig is bij de mens, is er ontzettend veel variatie en ook veel genetische variatie. Ik verwacht dan ook dat de selectie voornamelijk zal optreden op variatie die al aanwezig is bij de mens. Maar we weten ook uit DNA-onderzoek dat sommige onderdelen, sommige stukjes in het DNA veel gevoeliger zijn voor mutatie, voor het verkrijgen van foutjes eigenlijk, dan andere delen. En ook dat sommige genen veel sneller gekopieerd worden. Dus dat een bladzijde nog een keer overgeschreven wordt in het kookboek. Als we kijken naar de omgeving van de mens, wordt er wel eens gezegd dat de mens zijn eigen omgeving zo sterk kan beïnvloeden dat er eigenlijk geen selectie meer mogelijk is. Ik verwacht zelf niet dat we elk detail van onze omgeving zo kunnen controleren dat er geen evolutie meer plaats kan vinden. Maar mochten we een heel eind komen, dan is de verwachting wel dat we veel homogener worden wereldwijd. En als de populatie nou ook blijft groeien, is de verwachting dat de hoeveelheid en de kans op het uitbreken van een besmettelijke ziekte veel groter is. Wat betekent dat de selectiedruk op ons immuunsysteem veel groter wordt. De verwachting is dan ook dat als we kijken naar het recept voor ons immuunsysteem, dat daar over een paar duizend jaar wel een paar bladzijden bij zijn gekomen. Als we tenslotte kijken naar wat voor selectie er momenteel aanwezig is bij mensen, zien we dat de mensen over de laatste tijd veel slimmer zijn geworden.
en ook eigenlijk over de hele evolutionaire lijn heen al een steeds grotere herseninhoud hebben gekregen. Een hogere intelligentie betekent een betere baan. En een betere baan betekent meer geld, wat aantrekkelijk is voor de andere seksen. Dus in principe is er seksuele selectie voor een hogere intelligentie. De verwachting is dan ook dat de hoofden steeds groter worden. Alleen daar is een probleem. Het is namelijk zo dat de mensen, gezien of vergeleken met andere zoogdieren, heel veel moeite hebben bij de bevalling. Dat komt omdat de hoofden nu eigenlijk al iets te groot zijn voor het geboortekanaal. Dat je zou verwachten, nou ja, dan zal die bekken misschien wel meegroeien, zodat het uiteindelijk er wel uitpast. Alleen het probleem is dat het op twee benen lopen juist weer een smal bekken vereist. Dus daar zit een selectiedruk van twee kanten. Tegen een groot hoofd, maar ook voor een groot hoofd. Nou is het zo dat met de medische ontwikkelingen er steeds meer kinderen geboren worden met een keizersnede. En dat hebben we eigenlijk hetzelfde als wat er bij de koolmezen gebeurt. Mensen grijpen onbedoeld in de evolutie van in dit geval onze eigen soort. Dus die selectiedruk tegen een kleiner hoofd is opgeheven. Dus hoofden kunnen dan wel degelijk groter groeien. Dit zijn allemaal voorbeelden van veranderingen die heel geleidelijk plaatsvinden. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er een plotselinge ijstijd komt of een meteorietinslag en dat er daardoor toevallig een aantal individuen overleven. Dus wat er dan precies gebeurt, het is heel moeilijk te voorspellen. Dus er blijft ook een hele grote component toeval in zitten. Maar om daar terug te komen op met recht de hoofdvraag van dit college, zou het mij niks verbazen als er over een paar duizend jaar in ons kookboek het ideale recept staat voor een alien. Dank u wel. Thank you.